Ik ga twee voorbeelden uitwerken. Ik ga beginnen met links met een gelijkbenig trapezium. Wat is daar de oppervlakte van? Nou, er is een formule waarmee je de oppervlakte van elk trapezium kunt uitrekenen. Dus dat zal ik als eerste opschrijven, dat is de eerste mogelijkheid. Dat is een half keer de som van de evenwijdige zijdes, de zijden die dus tegenover staan, tegenover elkaar staan en evenwijdig lopen. Dat is in dit geval 4 plus 8. En dan moet ik dat vermenigvuldigen met de bijbehorende hoogte. Nou, die moet ik dus nog achterhalen, want ik weet niet wat de hoogte is. Daarvoor teken ik hier een hoogtelijn van punt D loodrecht op zijde AB. En hier moet ik eigenlijk van achterhalen, ja, wat is hier de hoogte van? Nou, dat kan ik als volgt doen. Als ik hier de hoogte wil uitrekenen, dan noem ik dit eventjes punt D accent. Dat is dan eigenlijk de projectie van D op de andere zijde. En de lengte van AD accent, dat kan ik hier achterhalen. Nou, waarom kan ik dat hier achterhalen? Omdat het een gelijkbenig trapezium is. Als het geen gelijkbenig trapezium was geweest, was me dat niet gelukt. Want wat kan ik nu zeggen? Nou, AD, dus de lengte van AD, dat is gelijk aan 8, de lengte van A naar B. Dan moet ik 4 ervan afhalen. Dat zit precies aan de andere kant. Dat is deze hier, die 4 haal ik ervan af. En omdat het gelijkbenig is, moet ik dat door 2 delen. Nou, 8 min 4, dat is 4. 4 gedeeld door 2, dat is 2. Nou, dat betekent dat dat de lengte van AD is. Dus wat moet ik nu als tussenstap doen? Nou, als tussenstap kan ik nu zeggen, als ik wil weten, D accent, dat is een rechthoekzijde. Nou, dan kan ik zeggen, dat is de schuine zijde in het kwadraat. Dat is in dit geval AD. AD kwadraat wordt dus 5 kwadraat min die 2 in het kwadraat. Nou, als ik dat verder uitreken, 5 kwadraat is 25, min 4, dat is 21. En ik moet natuurlijk wel zetten, dit moet in het kwadraat. Dus DD accent is gelijk aan wortel 21. Dus als ik dit als tussenstap neem, dan kan ik eigenlijk hier op deze plek vermenigvuldigen met de wortel van 21. Nou, als ik dat uitreken, kan ik in één keer op de rekenmachine intypen, dan wordt dat 27,5. De tweede mogelijkheid is dat je dit kader eigenlijk ook als eerste doet. Dus ik ga het niet nog een keer overnemen. Ik ga ervan uit dat je dit dus ook als eerste hebt opgeschreven. En dan kun je ook bedenken de oppervlakte van ABCD. Was ook netter geweest als ik dat hier even had opgeschreven, dus begin er altijd mee. Nou, dat is gelijk aan de oppervlakte van twee driehoeken. Ik zal het even aangeven, dat is deze driehoek en deze driehoek. Plus ook nog de oppervlakte van deze rechthoek. Wat is de oppervlakte van zo'n driehoek? Dat is een half keer basis. Nou, ik pak als basis AD accent, dat is 2. En de bijbehorende hoogte, nou, dat was ook gelijk aan 2. En deze oppervlakte, die moet ik keer 2 doen. Nou, en wat moet ik dan ook nog doen? Dan moet ik ook nog de oppervlakte hebben van de rechthoek die erbij hoort. Nou, de rechthoek die erbij hoort, dat is 4 keer. Nou, we hebben trouwens gezien, DD accent is wortel 21. Dus dit moet ik wel eventjes zo gaan vervakken. En de oppervlakte van zo'n rechthoek, die moet ik er dus nog bij optellen. Dus je krijgt hier... Ik zal even dit veranderen in wortel 21. Dus dit is de oppervlakte van één driehoek. En daar zitten er 2 van erin. Plus de oppervlakte van de rechthoek. Nou, waar is dat gelijk aan? Nou, 4 keer wortel 21, want de lengte van die rechthoek is 4 en de hoogte is wortel 21. Dus waar is dit gelijk aan? Nou, dit is gelijk aan een half keer 2, dat is gewoon 1. Dus dit is wortel 21 keer 2. Dus dit wordt 2 wortel 21 plus 4 wortel 21. Nou, dan mag je nog 6 wortel 21 van maken. Je mag het nu ook direct invoeren op de rekenmachine. En dan kom je uit op 27,5. Nou, dus je kunt of de formule voor een trapezium gebruiken hier, of je kunt het onderverdelen in figuren waar je ook de oppervlakte van weet en dat bij elkaar optellen. Dat gaan we bij het tweede voorbeeld ook zien. Nou, dus dit was het eerste voorbeeld en nu komt het tweede voorbeeld. Nou, de vraag is hier, wat is de oppervlakte van het blauwe gebied? Nou, nu kan ik het gaan onderverdelen. Nu kan ik bedenken, ik zie een cirkel en er is ook nog gegeven dat dit een vierkant is.
Nou, dat moet wel gegeven zijn, maar dat is dus ook gegeven. Het middelpunt van die cirkel is m. Dat is ook het middelpunt van het vierkant. En de lengte van de straal van die cirkel is gelijk aan 3. Nou, de oppervlakte van het blauwe gebied, dat is niks anders dan de oppervlakte van de hele cirkel min de oppervlakte van het vierkant. Nou, de oppervlakte van een cirkel, dat is gelijk aan de oppervlakte van de cirkel is gelijk aan pi r kwadraat, dus pi keer de straal in het kwadraat. En de oppervlakte van het vierkant, die haal ik ervan af. Nou, maak daar even weer een tussenstap van. Oppervlakte van het vierkant, waar is dat nu gelijk aan? Dat is 2 keer de oppervlakte van een driehoek. En nu denk je misschien eraan van, ja, waarom nu een driehoek tekenen? Nou, omdat gegeven is dat dit 3 is, dan weet ik dat dit ook 3 is. En bij een vierkant, dat is een eigen stap, staan de diagonalen loodrecht op elkaar. Dus ik weet dat de bijbehorende hoogte ook gelijk is aan 3. Dus dan kan ik uitrekenen wat die oppervlakte is. Dat is 2 keer. Nou, dan krijg je, want ik heb 2 keer de oppervlakte van een driehoek. En de oppervlakte van een driehoek is 1/2 keer basis. Nou, de basis is dus 3 plus 3 keer de bijbehorende hoogte. En als je dit uitrekent, kom je op 18 uit. Dus dit is maar even de tussenstap. En dat kan ik natuurlijk hier gaan invullen dan. Nou, min 18. En als ik dit uitreken met de rekenmachine, dan kom je uit op 10,27. Dus altijd goed kijken naar die vlakke figuren. Kan ik het onderverdelen in figuren waar ik wel de oppervlakte van kan uitrekenen? En dan moet je het vaak op een handige manier combineren, zodat je de gevraagde oppervlakte kunt uitrekenen. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.